Ja, toch even de mededeling. De wedstrijdleiding zei net dat ze de wedstrijd tot een wet race gaan verklaren. En ik heb hier ook buienalarm voor me liggen. Nou, dat ligt er niet om. Je kan je maar beter goed voorbereiden met regenbanden erbij. En je zal het nu niet zeggen, maar het is echt zo. Ja. Het was er toch even eentje die naast Ferdy Snijder stond. En die dacht bij zichzelf, nou, en het gaat nu omberen. Oh jee. Einde rechterstuk, zit er eentje naast. Maar het is met 163 was de snelste weg. Floris Schouten. Ik moet zeggen, Snijders kwam moeilijk van zijn plek af. Heel moeilijk van zijn plek af. De man uit Emmen, ook bij Piet Rodendijk, heeft een heel mooi reclamebord boven de baan hangen. Ja, heel gaaf hoor. Snijders daar natuurlijk al onbekend. Een prachtig mooi garagebedrijf. Dat hoorde ik ook van Dinan van Zilfhout. Maar Schouten is het voorlopig die met start 163 aan de leiding gaat. Achter hem is het Marco en Guido ten Bak die aandringen. Meidenbannen op de Kali worden ook bijgestaan door niemand minder dan Bolly. Hij die ook zoveel successen wist te bewerkstelligen bij Arjan Kivitbos. René ook vaste plek heeft hier bij het team van de mannen ten Bak. Schouten 46-208. 46-208 voor Schouten. Waar blijft Snijders? Snijders, ja, levert toch even toch 1,5 seconden in. En staat onder zware druk van de heren ten Bak. De heren ten Bak, uiteraard ook vader en moeder hier om de zaak te aanschouwen. Bij de KZ2 Plus van het gelijknamige bedrijf ten Bak uit Doetinchem. Gert-Jan van der Brink met Roel Faber en Jean-Pierre Hamelink op 7-8. Ginning met Hulse met 144 is het Pim van Riet die binnenkomt. Ries Rijt ook binnengekomen. Pim van Riet binnengekomen. Dik vet shit vindt hij dat natuurlijk uiteraard. Want van Riet komt alleen maar om te racen en niet om uit te rusten. En ik ken hem als geen ander, hij baalt. Ja, ik kan me voorstellen. Daar kom je niet voor om op het hek te leunen. Voor Schouten 1,7 seconden. Dan Ferdy Snijders. En Ferdy Snijders 1,7 seconden achterstand op Floris Schouten. Met Guido en Marco ten Bak. Einde rechterstuk, daar probeert Marco ten Bak het nog steeds. Maar bij Ferdy Snijders wil het nog even niet lukken. Gooit ook echt letterlijk de deur dicht. Houdt hem ook echt weg daarvan. Voor de thuisblijvers hebben we natuurlijk ook
ja, de weersomstandigheden zijn nog wel mooi. Maar de heren rijden hier met 125 cc, 6 bak geschakeld, aangedreven door een ketting. Hebben met schijfremmen zijn er gemonteerd op de kart van de heren. Einde, rechte stuk, Ferdy Snijders, Snijders. Ja, oh! Zo, ook Snijders. Een paar plekjes naar achteren. Wat doet Snijders? Stopt hij? Gaat hij? Oh jee. Denk, er is met Snijders wat aan de hand. Duidelijk een technisch probleem. Einde verhaal voor Snijders. We hebben Schouten. Schouten met de twee heren Ten Bak, Marco en Guido Ten Bak van de Brink. En Ferdy Snijders staat er daarnaast. De man uit Emmen, waar ik van zei dat hij zo'n prachtig mooie bord heeft hangen op het circuit van Pottendijk. Floris Schouten, snelste tijd met 44.804 voor Floris Schouten. Marco Ten Bak op een tweede plek, 3 voor Guido Ten Bak. Ook best wel de moeilijke baan hoorde ik ook van de mannen. Ze hebben ook vaak, de meesten hadden ook wel wat problemen met de afstelling van de banden. We verblijven op dit moment, al is het maar voor degene die thuis zitten te kijken, op het circuit De Lansaard, vlakbij Eindhoven, precies naast het vliegveld. Is ook een crossbaan, een motocrossbaan. En nog steeds is het Floris Schouten op een eerste plek met 3,4 seconden voorsprong op de nummer 2. En dat is Marco Ten Bak. Zeven minuten hebben we dan nog zeven te gaan. En voor deze heren op leeftijd is het best wel wat ik van Guido al begreep. Hij zegt het valt allemaal mee. Als je eenmaal in de scene zit van het rijden, dan valt de hitte wel mee. Want het koelt door de rijwind natuurlijk ook redelijk goed af. Maar het is toch een hele inspanning op deze baan met deze hitte. Er zijn natuurlijk wel extreme temperaturen op dit moment. Dus hier staat op, let op, kans op lichte neerslag rond Eindhoven nou. Die lichte neerslag kan ik u vertellen, dat wordt een zware neerslag. Dat weet ik 100% zeker. Schouten Ten Bak. Schouten Ten Bak en Guido Ten Bak. Wat ik al de vader en moeder nog steeds altijd 84 en 83 te vinden op de baan. Mooi hè, als je zo toch door het leven kan. Inmiddels wordt hij wel gereden door zijn kleindochter. Chris Rijt haalt Heerenbeek met Pim Verriet. Dan Ferdy Snijders zijn allemaal, de heren zijn uitgevallen. Maar
Nu is het Floris Schouten met een voorsprong van 3,9 seconden op Marco ten Bakk. De KZ's zijn ook motoren. TM-motoren worden in Italië gebouwd. En met een 6-versnellingen bak zit erop. Er zit ook een koppeling op. Die gebruik je dan vaak eenmalig bij de start en uiteraard ook bij de binnenkomst. Vandaag is het JJ Racing ook de sponsor van het evenement met Belen. Belen is degene die zoveel vuilnis op Berg van Velen. Schouten net voorbij. Hoeveel heeft hij? 3,9. Dan zijn broer heeft 2,7 op de tweede. Voor Schouten. Schouten met 11 minuten hebben we dan inmiddels. En ik zei het al, de wedstrijdleiding gaf aan dat hij hem ook tot wedrace verklaarde. We hebben ook te maken vandaag met de Chrono die de zaken organiseert. Dan hebben we C-In, de event media, de mannen van de reclame uit Woerden. Ook Belen met een prachtig mooie container die ze neergezet hebben. En die zorgt ervoor dat je daar je spullen in kwijt kan. Dus als het 3 stappen verder is, wees dan niet te lui en neem even de moeite om je spullen in de container te gooien. Vorige keer hebben we nog heel veel nawerk gehad. En er stond er ook een container van Belen. En desondanks hebben we heel veel nawerk gehad om op te ruimen. Benno Ridder op een 8e plaats met startnummer 112. Snelste tijd ook, 44.769. Zitten in de 12e minuut met Floris Schouten nog aan de leiding. 4 seconden voorsprong. En Ferdy Snijders zit gewoon vet te balen daar. Hè? Ja, natuurlijk, omdat Ferdy Snijders ook tot de snellere jongens behoort binnen deze klasse. We hebben Marco en Guido ten Bakk. De mannen op de tweede en de derde plaats. Gaan we met nummer 119 Roel Faber. Dan Gert van den Brink naar 7. Jean-Pierre Hamelink, die zijn moeder jarig is. Hamelink, zijn moeder is jarig vandaag. En met start op 196 op een 6e plaats. René Kleven op 9. Richard Denis op 10. Dan Peters Nijzink. Dame Hulse de Bruin. En Holger Hekman op een 16e plaats. Benno Ridder. Niet de, maar Benno Ridder is het. Die een snelle tijd neerzet in de... We gaan eens even kijken. Dat is ook wel leuk altijd even nog te zien. Waar iedereen vandaan komt. Benno Ridder komt vanaf een 11e plek. En we zien dan Kleven op 9 gebleven. Dan hebben we
Richard van de Nes op 10 en komt vanaf 13. En Martin Peters op 11 en komt van 14. En Erwin Dame op een 13e plek komt vanaf 16. En Schouten komt vanaf 2 en rijdt nu 1. En helaas is het Ferdy Snijders die er daar verderop achter staat. Heel vervelend. Veertien en een paar seconden. En Floris Schouten, het hele veld is eigenlijk een beetje zoek gereden. Het is een beetje uit elkaar getrokken. Want de mannen hebben, hij heeft 5,5 seconden voorsprong heeft Floris Schouten op de nummer 2. De nummer 2 is Marco ten Bak. De 3 is Guido ten Bak. Beide mannen uit Doetinchem. Erwin Dame op 13, dan gaat hij voorbij, nummer 146. We gaan naar de laatste fase in de wedstrijd. We krijgen nog de blauwe vlag. En de blauwe vlag is voor de nummer 163, Floris Schouten. 15 minuten en 15 seconden. Zit in de eindfase van deze mans. Komt het de laatste aanduiding voor deze mans 16 minuten. Floris Schouten met 163. Marco ten Bak komt daar achteraan met zijn broer Guido ten Bak. Daar is Marco ten Bak. Daar is Guido ten Bak op 2 en 3. Met 119 is het Roel Faber met Anton Giddink. Giddink ook een hele goeie, de man uit Elst. Ook fantastische schade herstellen. Daar is de finishvlag. De finishvlag voor Floris Schouten, Marco ten Bak en Guido ten Bak. Dat zijn de twee mannen op respectievelijk 2 en 3.